opperrabijn Ralbach, vanmorgen speciaal vanuit New York naar Nederland gevlogen. En opperrabijn David Lieberman uit Antwerpen. Ze begrijpen er niets van dat Nederland, het land van de vrijheid, nu een verbod wil op ritueel slachten. This country is regarded as the model for tolerance. A lighting example of religious freedom to the free world. A ban, a prohibition to practice shechita, Jewish animal slaughter, would mean a serious blow to this reputation. Dierenleed is het argument van de tegenstanders om ritueel slachten te verbieden. Volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn dieren niet meteen dood als ze ritueel geslacht worden. Zolang het dier bij bewustzijn is, kan het dier pijn hebben. En wij hebben dus gemeten dat het dier nog vrij lange tijd bij bewustzijn kan blijven. Er zijn ook onderzoeken die bewijzen dat ritueel slachten juist diervriendelijker is dan de gewone slacht, zeggen de opperrabbijnen. En dat zeggen ook de ondertekenaars van een ingezonden brief in de Volkskrant vanmorgen. Ik vind de vertrekpunt van dierenpartijen met name erg hypocriet. Op het moment dat we het hebben over dierenwelzijn, dan denk ik dat we de focus moeten leggen op bio-industrie en transport. Dat is het eerste punt. Tweede punt, als het gaat om ritueel slachten. Verschillende onderzoeken hebben bewezen dat ritueel slachten eigenlijk dierenvriendelijk is, mits het goed uitgevoerd wordt. En nog sterker, vanuit onze religieuze overtuiging, is dierenwelzijn een hele belangrijke aspect. Er zijn bij ons wetten dat je eerst je dieren moet voeren voordat je zelf gaat eten. Als ik een dier gebukt zie onder een last, moet ik die last van het dier afnemen, ook als het niet mijn dier is. Dus wij zijn zo gedrild met de gedachte van er mag geen dierenleed zijn, dat het pijn doet als je dan daar wordt aangevallen. Het is niet secuur, het is niet genuanceerd en dat doet pijn. Als het verbod er komt, dan zullen de Joden en de moslims samen optrekken tot aan het Europees Hof voor de Mensenrechten om het ongedaan te krijgen.